Ik zit hier met Joe Happé. Welkom, Joe. Joe is onlangs afgestudeerd, maar verdiept zich al ruim 4 jaar in cryptocurrencies en blockchain. Wat betreft de handel in crypto's doe jij dat voornamelijk met technische analyse. Klopt. Hoe lang investeer je al in crypto's? Al 4 jaar? Ja, ik ben er mee bezig sinds 2013 inderdaad. We gaan richting de 5 jaar zelfs. Okay. En deed je daarvoor al aan beleggen? Het is eigenlijk heel grappig. Als student heb ik echt iets gelezen over bitcoin en de blockchain. Toen ben ik er een beetje over gaan nadenken. Ik was altijd wel geïnteresseerd in de wereld van wat kan nou zo'n blockchain dan betekenen voor de wereld. Ik had eigenlijk al vrij snel door. Ik dacht, dit is wel echt heel interessant. Dit gaat wel ergens heen. En gewoon zelf gaan experimenteren. Eerst met een klein bedrag een bitcoin gekocht. Even kijken, als ik het dan verplaats naar een exchange in Azië. Hoe snel gaat dat dan? Dat ging toen ook nog heel snel. De vingerknip zat erop. Dat gewoon gaaf dat je gewoon over de grens waarde kan verplaatsen. Was er iets specifieks waarom jij besloot die crypto's te kopen nadat je hierin verdiept had? Ja, jawel. Je had toen eigenlijk dat bitcoin was toen op zich wel aardig bezig, half 2013. En toen had je eigenlijk dat Litecoin ook een beetje op gang kwam. Er werd toen ook een beetje gepusht in de media, Litecoin, door Max Keizer bijvoorbeeld, het Keizer Report. Toen zeiden sommige mensen van, kijk eens naar Litecoin, die volgt het patroon van Bitcoin. Ik had zelf geen ervaring met technische analyse, maar ik pakte gewoon dat kaartje van Litecoin erbij. Ik dacht van, dat is inderdaad wel, dat volgt het patroon van Bitcoin. En Litecoin was toen $2 of zo. Ik dacht van, laat ik eens wat Litecoins kopen. En zodoende is het een beetje uit de hand gelopen. Van, je gaat steeds meer patronen zien en een beetje zelf aangeleerd. En ook mijn studie heeft wel een tijdje onder moeten leiden. Ook als je gewoon voel in de... Dag en nacht naar de grafieken. Ja. Dus je hebt ook gewoon technische analyse gewoon zelf aangeleerd? Ja, eigenlijk dat is wel een grappig verhaal. Hoe het eigenlijk is begonnen is dat ik dus met Bitcoin toen bezig was en Litecoin. En toen merkte ik eigenlijk dat elk weekend ging de waarde iets omlaag. En dan door de week ging die weer omhoog. Ja. Dus op een gegeven moment gewoon een ideetje van, als ik nou op vrijdagmiddag mijn crypto eventjes wegdoe naar euro's, dollars naartoe, dollars. En als ik het dan op zondagavond weer terugkoop, dan heb ik ietsje meer Bitcoin terug. Zo ben ik het een beetje, zo is het een beetje uit de hand gelopen. Je begint steeds meer van dat soort patronen tegenkwam. Toen begon je ook meer te handelen, zeg maar. Exact. Okay. Ja, en ik moet ook wel ik denk ook op bepaalde karaktereigenschappen misschien van mezelf heb, dat het voor mij ook wel soms een beetje makkelijk lijkt. Ik een beetje aanvoel van, wat gebeurt hier nou? Dus Maar is jouw doel dan ook echt om zoveel mogelijk bitcoin bij elkaar te verzamelen? Of kijk je ook naar andere munten? Of kijk je naar het bedrag in euro's of in dollars? Ja, eigenlijk dat is door de jaren heen ook wel een beetje veranderd, mijn strategie natuurlijk. Je leert wat dingen bij en je wijzigt je strategie ook. Maar eigenlijk ben ik in de lange termijn altijd heel enthousiast over bitcoin zelf. Ik denk dat in de lange termijn is dat gewoon een munt die altijd door blijft groeien. Zeker de komende jaren. En dan heb je nu ook heel veel van die altcoins en nieuwe startups die met een ICO komen. Het zijn vaak ook leuke projecten die je dan daarnaast kan pakken om dan uiteindelijk weer meer bitcoins te genereren. Ja, precies. Ja. En welke indicatoren vind je bijvoorbeeld belangrijk met technische analyse? Nou, toen ik me op een gegeven moment echt in technische analyse ben gaan verdiepen, dat was denk ik 2015 denk ik wel, 2014-2015, ben ik heel enthousiast geworden van moving averages. Okay. Dat zijn gewoon ook, dat is eigenlijk de moving averages, dat is gewoon de basis van alle technische analyse, die zit op de achtergrond. Is het makkelijk om trends te kunnen herkennen? Klopt. Ja, je hebt het gewoon als moving averages elkaar kruisen, daar geloof ik wel ook echt in. Dat, ik weet niet, jij doet misschien ook iets met moving averages bij IEX. Ja. Dat is wel gewoon, dat is gewoon een... Je kan makkelijk trends herkennen en omslagpunten. Klopt, je kan als het ware zien of we in een uptrend of een downtrend zitten. Ik ben zelf, waar die nou exact gaat eindigen, dat weet ik ook nooit precies. Maar dat die vanaf een bepaald moment hoger gaat, dat weet ik wel. En dat die vanaf een bepaald moment lager gaat, weet ik ook. En dat is het enige wat je nodig hebt om te weten, om winst te maken. En handel je dan specifiek in een uptrend of specifiek in een downtrend? Of doe je dat beide? Ja, eigenlijk ik met Bitcoin zelf zit ik voornamelijk in de grotere timeframes. Je hebt ook, omdat Bitcoin, sowieso crypto is heel snel, het is 24/7, heel volatiel. Maar ik zou voor de kleinere timeframes heb je eigenlijk geautomatiseerde tradebots nodig, denk ik. Die zijn gewoon, daar kan je niet echt als mens mee competitie mee aangaan. Maar ik vind toch zelf, als je bijvoorbeeld de dagelijkse kaart van Bitcoin, daar kan je echt wel even van zeggen of je nou hoger aan het gaan is of lager aan het gaan is. Sowieso is een lange timeframe makkelijker te voorspellen. Exact. Het is ook, ik heb een tijdje ook gedaytraded. Dat was denk ik vooral 2015. Heb ik heel veel gedaytraded. Op de 4 uur timeframe bijvoorbeeld. Daar was ik wel een fan van.
Maar ik kwam er toch achter, de grotere timeframe, het dagelijkse kaartje, werkt toch het beste. Ja. Zeker met grotere bedragen op een gegeven moment. En dan slaap je ook beter natuurlijk. Dat is het. Je zit niet snel aan de verkeerde kant van een trade. Ja. Want als je nou zo'n uptrend ingaat, dan duurt het een tijdje voor je. En als je bij die 4-uur kaartje, dan zit je achter elkaar erin, eruit. Ja. Dat is, dan kan je niet meer slapen. Ja. Maar inmiddels heb je een succesvolle handelsstrategie eigen gemaakt, kan ik wel zeggen. Ja, toch wel, ja. Wat zou je willen meegeven aan iemand die... wat zijn nou de belangrijkste dingen waar je op moet letten? Nou, voor als jij denkt van dit is zo interessant, ik wil daar ook iets mee gaan doen met beleggen in de cryptocurrency, zou ik zeggen, besef je ook, het is geen get rich quick scheme. Hè? Je hoeft niet volgende week miljonair te zijn. Het duurt gewoon ook meerdere jaren voor je dit opbouwt. Dus doe daarom ook rustig aan. Kijk naar de wat grotere timeframes. Ja. Heb voor jezelf geen deadline in mijn hoofd. En ik moet zo snel, hè, ik moet doorpakken. Mijn vrienden, die zijn ook al in een... Dat maakt helemaal niet uit. Ga gewoon geen overbodig risico's nemen en dan kan je echt een heel eind komen. Ja. Het gaat vooral om de consistentie. Ja, zeker. Het is eigenlijk, zeg maar, je moet geen geld verliezen. Exact, ja. En ook een beetje behoudend wat dat we spelen is. Je moet ook geen fear of missing out. Dat is een heel bekend begrip. Ja. Mensen die munten al een paar keer over de kop denken, ik moet daar nog snel achteraan. Weet je, ik zit in een groepschat, er komen per maand 40 munten voorbij. Weet je, als je eentje hebt gemist, pak je gewoon een volgende munt. Ja. Jij kent dat ook, ze komen zo achter elkaar voorbij. Dus, is er nog één coin waar je heel enthousiast over bent? Ik ben eigenlijk zelf ook bijvoorbeeld bij een start-up nu betrokken, Seal. Seal.network. Wij bouwen eigenlijk een blockchain voor productauthenticiteit. En daarom ben ik ook daaraan verbonden. Daar ben ik gewoon zelf heel enthousiast ook over. Dus ik zie dat zeker wel uiteindelijk in de top 5 van CoinMarketCap eindigen. Okay. En als wij het niet worden, dan wordt het een concurrent die iets vergelijkbaars doet. Maar deze use case van NFC-chips combineren met blockchain, dat is echt iets dat is gewoon echt een goede use case. Okay. Dus daarna. Nou, ik wil je bedanken voor je tijd. Graag gedaan ook.